Hallo allemaal, wat je hier ziet is de doos van Mozabrick. Dit is een pakket dat mijn vrouw heeft gekregen. Ze heeft het gekregen omdat ze heel veel diamond paintings op haar website heeft. En de mensen die haar website hebben gezien zeiden: hey, weet je wat, wij hebben een product dat lijkt heel erg op diamond painting, maar dan anders. En dat is Mozabrick. Mozabrick is, nou ja, de meeste mensen als ze het zien zullen denken van: hey, dit is Lego Mosaic. Het is namelijk ook wel echt Lego. Als je het openmaakt, dan zie je dat het allemaal kleine Lego blokjes zijn. Alleen niet van het merk Lego dit keer. Maar van een, van Mozabrick. En je krijgt heel veel zakjes. Wij hebben een large pakket gekregen. En het large pakket, ik weet niet of het te zien is. Ja, 14.500 steentjes zitten erin. En daarmee kan je dus, zoals je hier ziet, mozaïeken maken op een Lego plaat. Nou ja, oké, op een plaat. Ik ga de hele tijd het woord Lego ertussendoor noemen, omdat het natuurlijk gewoon daar wel erg heel erg veel op lijkt. Dat is trouwens ook super relaxed, want daardoor is het mogelijk om online allemaal Lego Mosaic apps te vinden waarmee je je eigen plaatjes kan maken voor kleinere varianten of grote varianten. Daar kan je een beetje mee gaan spelen. Deze is heel groot. Hij is 76 bij 76 centimeter. En hoe groot is dat nou? Nou, dat kan ik je laten zien. Dat is 9 van de Lego platen. En hoe ziet dat eruit? Zo, we hebben er al eentje gemaakt. Weet je, ik ga het beeld even een beetje aanpassen. Hier zie je één zo'n plaat. Deze hebben wij al af. En je moet dan dus 3 van deze platen naast elkaar en 3 onder elkaar. Zo groot is deze mozaïek. En dat is echt best wel heel groot. Ze zeggen ook dat je zo'n 20 uur ermee bezig zal zijn om dit in elkaar te zetten. En dat wil ik best geloven. Nou, wat je dus krijgt zijn allemaal van dit soort Lego steentjes. En die zitten in een zakje. Oh. Met een figuurtje erop, zoals je hier kan zien. En dan zitten dit soort steentjes in. Wat je dan moet doen is, daarna ga je naar een website toe. En op de website kan je dus een plaatje uploaden. Je moet dan eerst een code inscannen en alles en zo. En als je dat plaatje uploadt, dan krijg je dit. En dan zetten ze het voor je om naar een mozaïek. Dit is onze kat. Die hebben jullie misschien wel eens een keer eerder gezien. En nou ja, hier kan je die assembly code trouwens zien. Misschien kan je het inscannen. Dan kan je ook onze kat maken. Ik weet niet of dat heel erg handig is. Maar dan krijg je dus de bouwinstructies te zien. En die bouwinstructies die zijn op zich hartstikke handig. Je kan ze downloaden als PDF. En dan kan je het via een telefoontje kan je doen. Er is geen app bij. Het is echt een website. Dat vinden wij zelf een beetje. Ik vind dat onhandig. Mevrouw heeft het nog niet gebruikt. Ik vind het heel erg onhandig. Daarom heb ik het geprint. Want het werkte gewoon niet, het PDF. Want dan moet je het bijhouden en alles en zo. En zoals je hier kan zien, dit is hoe het eruit komt te zien. We hebben alles namelijk gewoon aangekruist. Dan kan je elke rij die je maakt, kan je aankruisen. Ik zal het even laten zien op eentje die nog niet gedaan is. Zo ziet het eruit. Je ziet hier dus dat je een, ik weet niet, we gaan weer even een aanpassing maken. Kijk, zo ziet het eruit. Je kan hier zien dat dit plaat nummer 2 is van de bovenste rij. En zo ziet het er dan uit. Je hebt hier een eentje staan en dat eentje, dat is, kan ik je laten zien, dat is dat is deze. Dat is een lichtgrijze vierkantje. Ik maak hem even open, dan kan het net even wat beter getoond worden. Zo. Dat is dit lichtgrijze vierkantje en die hoort bij de witte steentjes. En ik heb ze dus allemaal gesorteerd. En dan hebben we daarnaast hebben we zo eentje. En je ziet er een eentje in het hoekje staan. Dat betekent dat je 1 daarvan nodig hebt. Hier heb je 1 nodig met zo'n hoekje. Dat is deze. Ik kan het niet goed zien, maar dat is lichtgrijs. Of dat is donkergrijs bedoel ik. Daarna zie je weer 1 en 2 staan, dan zie je weer die lichten die je hier ziet staan. Nou, dat betekent dus dat je 2 daarvan nodig hebt. Je kan dus naar het laatste getal kijken en dat maakt het wel makkelijk. Want hier zie je dat je 4 van die nodig hebt, dus dan kan je meteen naar de laatste in de reeks kijken. Hier staat bijvoorbeeld 5. En op die manier kan je dus meteen zien hoeveel je ervan nodig hebt. Die kan je dus eruit halen. Maar wat wij dus hebben gedaan, zoals je bij dit kan zien, is dat we hem geprint hebben. En dan kan je namelijk elk steentje kan je gewoon elke keer afkruisen. Want het moment dat je dan hier ergens halverwege bent, daarvoor gaan we dan toch even uitzoomen. Als je dus hier ergens bent, dan is het heel makkelijk om het overzicht kwijt te raken van waar je nou precies bent. Want dit is het. En dan moet je op een gegeven moment moet je dan hier gaan tellen van al je nopjes naar beneden gaan tellen van oh, ik ben op rij 15. En dan daar ergens moet je gaan. Anders komt je plaatje gewoon niet mooi uit. Dus mijn advies is, maak je foto
in een mozaïekpatroon via de website van ze. Daarna download je de PDF die je erbij krijgt en print die dan ook gewoon uit. Of print hem. Niet uit, print niet uit, print hem. Print dat plaatje gewoon op deze vellen. Het leuke daarvan is dan ook dat je iedereen, als je namelijk met z'n meerdere bent en je wil hem niet in je eentje maken, dan kan je dus meerdere mensen gewoon zo een vel geven. En iedereen gaat dan met zo'n vel aan de gang. Zoals je ziet, dit is weer een ander blok. Dit is nummer 3 van die kant. En dan kan je dus bijvoorbeeld met z'n vieren tegelijkertijd eraan werken. En iedereen maakt dan zijn eigen patroontje hiervan. Het werkt wel heel makkelijk. Je pakt het, je drukt het. Het past heel goed. Het doet niet onder voor echte Lego. Dus dat is heel prettig. Wat mij ook opviel, en dat is iets wat ik niet ga doen. Oh, je krijgt er trouwens ook zo'n heel handig Lego dingetje bij om het los te maken. Het is niet van Lego, maar deze is van een Mozabrick. Ze hebben een logootje erop geprint. Maar een van de dingen die ze dus zeggen is dat je het vast kan maken. Je kan het vastmaken aan de muur. En daarvoor hebben zij dit meegegeven. Aan de achterkant van deze platen kan je dan met deze vierkantjes kan je het zo laten overlappen en vastzetten. En daarna kan je het met deze dubbelzijdige stickers aan je muur plakken. Dat ga ik never nooit niet doen. Want op het moment dat je dit gewoon zo aan je muur plakt en je wil hem eraf halen, dan trek je dus je verf of je behang mee. En dat is echt niet handig. Ook als ik dit zou gebruiken en, nou ja, mijzelf kennende, ik plak hem niet zo rechtop, maar ik zet hem even zo neer. Dan hangt je poster dus, nou, je mozaïek hangt dus schuin aan de muur. Wat ik ga doen, is ik ga een stuk hout kopen, triplex of gewoon zo'n goedkope houten plaat bij de Gamma. En die zaag ik dan net iets kleiner dan mozaïek en dan plak ik dit op dat stuk hout. En dan kan ik hem gewoon altijd recht ophangen. Dat is wat ik ga doen. We zijn hier nog mee bezig. Dus ik ga je straks wel het eindresultaat laten zien. En misschien tussendoor even wat plakstukjes. Maar dit is nou, en met straks bedoel ik in een andere video. Dit is gewoon even de introductievideo. Zodat je weet waar we mee bezig zijn hier. Het is wel leuk. Het wordt waarschijnlijk, zoals ik het ook zie, erg mooi. Dus er zijn ook kleinere formaten. Er zijn trouwens ook opties. Omdat dat vragen ze als je hem inscant. Hoeveel van die large pakketten je hebt. Dus je kan die large pakketten kan je combineren. Waardoor je dus een nog groter patroon kan maken. En een nog groter patroon houdt in dat het nog scherper is. Want hoe meer pixels je hebt. Want dit is een beetje pixel art. Hoe meer puntjes je hebt om zo'n plaatje te maken. Hoe scherper en mooier het plaatje kan worden. Maar ook hoe meer ruimte je nodig hebt op je muur. Ik vind dit groot zat. Dit is al best wel overweldigend. Mijn zoontje heeft me geholpen om dit te maken, want hij vond het erg leuk. En het is zwart-wit. Dus dat is het alleen. Nou ja, grijs-wit. Het is monochroom. En daar moet je dus wel rekening mee houden als je naar hier naartoe gaat kijken. Er zijn bij Lego Mosaic, heb je dit ook met kleurenopties. Deze is gewoon alleen in grijs tinten. De foto uitzoeken die goed werkt is ook nog wel een dingetje. Ze geven je er wel tips en hints bij. Maar dat ziet er niet altijd even goed. Dus je bent wel even een tijdje bezig om een leuke foto te maken. Wij hebben nu deze kat gekozen. Onze kat Panther. Omdat nou ja, we moeten er een video van maken. En wij wilden eigenlijk, we willen liever natuurlijk onze kinderen of ons gezin erop. Dat is wat leuker. Maar wij zijn niet met ons gezicht in beeld zoals je weet. Dus hebben we nu even voor de kat gekozen om te maken. En dan kunnen jullie zien hoe dat resultaat wordt. En onze kat verdient ook een fotootje in het huis. Dus dit is even een introductie voor voor Mozabrick. Ik blijf het Lego Mozaïek noemen. Voor Mozabrick. En nou ja, hou mijn kanaal in de gaten. Hou mijn TikTok in de gaten. Dat is nieuw. Daar ben ik ook mee bezig om korte fragmentjes en zo te posten. YouTube Shorts kan natuurlijk ook. Maar Mozabrick, houd het kanaal in de gaten. En dan gaan het eindresultaat gaan we je nog laten zien. Niet meer in deze video. In deze video laten we je de linker bovenhoek zien. En nou, tot de volgende keer.